2018 was een jaar met vele bijzondere speeches. En aan het eind van het jaar kijken we met het debatinstituut altijd terug en stellen onszelf de vraag: wat waren nou de speeches die indruk op ons maakten? Een van die speeches was de speech van Lodewijk Asscher, zijn eerste termijn tijdens de algemene politieke beschouwingen in Den Haag. Daar zaten we zelf ook bij, want zoals je wellicht weet reiken we ieder jaar de debatprijs uit aan de beste spreker tijdens de algemene beschouwingen. En wat Lodewijk Asscher hier deed was echt uniek. Want wat deed hij? Hij sprak zijn hele speech uit het hoofd. Voorzitter, het belangrijkste wat we kunnen doen om ons land klaar te maken voor de toekomst is dit gouden moment in onze economie beter aanwenden dan we nu doen. Dat betekent dat we niet moeten doorgaan met die stapel cadeaus voor bedrijven die het helemaal niet moeilijk hebben. Dat betekent dat we nu moeten investeren in het onderwijs, in de zorg. En ik ben heel trots op de voorstellen die ik met Jesse Klaver en Lilian Marijnissen ook aan u heb voorgelegd. Omdat het belangrijk is dat je alternatieven laat zien. En dan zouden we hier erin kunnen slagen om niet alleen de tevredenheid van dit kabinet te aanschouwen, maar Nederlanders te laten zien dat we het cynisme over de politiek niet alleen hebben gehoord, maar actief bestrijden. Nou, dan kan je denken, nou, dat kan je toch prima voorbereiden. Maar je moet je realiseren dat die algemene beschouwingen echt een beetje de Champions League zijn van de politiek. Dit is het belangrijkste debat in het jaar, waarbij iedereen over elk onderwerp ondervraagd kan worden, waarin je heel veel interrupties krijgt en waar iedereen in Nederland die politiek volgt, werkelijk letterlijk volgt wat er gezegd wordt. Vandaar dat die speeches goed worden voorbereid en toch ook echt helemaal worden uitgeschreven en meestal gewoon worden voorgedragen. En hoeveel lef moet je hebben om, als je dan onder zoveel druk staat en zeker in de positie van de Partij van de Arbeid, die daar toch niet zo goed voor stond in de peiling op dat moment, om naar voren te lopen zonder papier en heel ontspannen een mooi verhaal te vertellen. Voorzitter, het is vandaag Grote Verzoendag, Yom Kippur. De dag dat de Joden in Nederland op andere plek vasten en zich verheugen op het vergeven van hun zonden. Het is de heiligste dag voor gelovige Joden. En ik vind het eigenlijk wel toepasselijk, want wij hebben natuurlijk hier onze hoogtijdag, de heiligste dag van het politieke jaar. En zo ging ik hier vanochtend ook naartoe. Vol goede zin. Ik moet zeggen, Buma zei er al wat over, het begin van dit debat straalde werkelijk in niets uit. Dat er ook respect is voor elkaar en dat we ook proberen te luisteren naar elkaars overtuigingen. Met grote meningsverschillen, maar wel op een fatsoenlijke manier. Want ook inhoudelijk zat het verhaal goed in elkaar. Je zou verwachten dat een oppositieleider oppositie gaat voeren en tegengas tegen het kabinet geeft. Maar Lodewijk Asscher deed iets heel anders. Hij riep als oppositieleider op tot verzoening. Begon met een Yom Kippur-dag. En begon te vertellen hoe belangrijk het is om beter naar elkaar te luisteren. En je kon zien in de zaal, en we zaten erbij als debatinstituut, dat die de aandacht van begin tot eind vasthield. Omdat het een natuurlijk verhaal was, uit het hoofd, wat anders was dan andere betogen en wat goed in elkaar zat. Vandaar dat we hem genomineerd hebben. Nou, je kunt er zo naar gaan kijken, inclusief de interrupties die hij kreeg. Maar voordat we dat doen, meld ik nog even dat je hieronder je eigen comments kan geven. Wat vond jij van deze speech? En wellicht heb je zelf nog suggesties voor andere speeches. Maar we gaan nu naar 19 september 2018. De plenaire zaal van de Tweede Kamer. De eerste termijn tijdens de algemene politieke beschouwingen van Lodewijk Asscher. Voorzitter, wat sportief dat D66 klapt als u mij het woord geeft. Dat gaat vast vaker gebeuren. Voorzitter, het is vandaag Grote Verzoendag, Yom Kippur. De dag dat de Joden in Nederland op andere plek vasten en zich verheugen op het vergeven van hun zonden. Het is de heiligste dag voor gelovige Joden. En ik vind het eigenlijk wel toepasselijk, want wij hebben natuurlijk hier onze hoogtijdag, de heiligste dag van het politieke jaar. En zo ging ik hier vanochtend ook naartoe. Vol goede zin. Ik moet zeggen, Buma zei er al wat over, het begin van dit debat straalde werkelijk in niets uit dat er ook respect is voor elkaar en dat we ook proberen te luisteren naar elkaars overtuigingen met grote meningsverschillen, maar wel op een fatsoenlijke manier. Voorzitter, als ik over verzoening begin, schept dat natuurlijk verwachtingen. We zullen eens kijken hoe ver we komen. Om te beginnen vind ik het belangrijk om vast te stellen dat we dit debat voeren onder toch wel bijzonder gunstige omstandigheden. Als je nagaat dat nog maar 5 jaar geleden de televisie-economen aan ons vertelden, de groei komt eigenlijk nooit meer boven het procent. En zie,
ruim 2% tegen de 3. Als je realiseert dat in deze zaal 3 jaar geleden de VVD-fractie het werkgelegenheidsbeleid van het toenmalige kabinet onvoldoende gaf, en je bedenkt dat er nu meer banen zijn dan ooit, dan is dat heel goed nieuws voor de mensen die banen hebben. Ik zie dat de heer Dijkhoff het zich herinnert. Misschien belangrijker, als je ziet dat we nu ten opzichte van 10 jaar geleden ons eigen leven positiever zien, dat we ons veiliger voelen, dat we elkaar helpen, dan is er heel erg veel om dankbaar voor te zijn. En dat is deels natuurlijk mazzel, omdat het in de wereld beter gaat. Maar het is deels ook hard werk van heel veel mensen in het land en ook van de mensen daar in vak K. Voorzitter, dat maakt des te meer dat ik ze soms ook wel zou willen wakker schudden. Uit de zelfgenoegzame, waarom is er niet wat meer oranje gevoel bubbel? We zagen er net een klein staaltje van in de inbreng van Pechtold. Fantastische inbreng hoor, maar ik denk dat het toch wel fair zou zijn om je af te vragen waarom heel veel mensen juist niet dat enthousiasme delen. En het is niet zo moeilijk om daarachter te komen. Ik was 2 weken geleden in Groningen, basisschool De Penning, en had een gesprek met de leerlingen over hun dromen voor later. En die dromen zijn precies dezelfde dromen als van alle kinderen. Ook de kinderen die we hier vandaag hebben ontmoet, de dochter van de heer Dijkhoff, de kinderen van de heer Klaver, ze kwamen hier lang. Waar dromen kinderen van? Topvoetballer worden. Het is mijn slechte karma dat ik tegelijk met Ajax hier sta, maar het was ooit mijn droom ook. Misschien dokter worden, danser worden. Maar er is ook een verschil, want ik vroeg wat doen jullie ouders, en bijna geen van die ouders van die kinderen had werk. En ik vroeg, wat hebben jullie in de zomer gedaan? En geen van die kinderen was met vakantie geweest. Ja, een dagje naar Drenthe met de stadspas. En vergis je niet, de gemeente Groningen doet er alles aan en die basisschool doet er alles aan. En toch krijgen die kinderen niet dezelfde kans om hun dromen na te jagen. Niet de kans die we ze zouden willen gunnen. En als je met die blik kijkt naar wat er nu voor ligt en hoe we omgaan met de gouden kans van deze mooie cijfers, dan is het onvoldoende. Dan hebben mensen het gevoel dat er te weinig op een positieve manier naar hun gekeken wordt. Sterker nog, mensen zien dat ze soms een trap nakrijgen, een klap in het gezicht krijgen. Vaak van de VVD, ondanks de goedlachse premier, een boodschap van wantrouwen, een negatieve boodschap. Mensen in de bijstand krijgen te veel geld. Die uitkering moet omlaag. Ja, ze hoeven niet te creperen, maar het moet wel omlaag. Kunstenaars, kunst, hobby, zei mijn gewaardeerde oud-collega de heer Wiebes. Tegen kinderen moet je hard zijn. Voorzitter, banen in de collectieve sector zijn natuurlijk geen echte banen in de economie. Allemaal boodschappen waar wantrouwen van uitgaat. Niet de boodschap die nu nodig is. Eigenlijk moet alles en iedereen. Vanochtend dacht ik dat we er weer zo eentje hadden. Dus als je uit het verkeerde, als je niet uit Wassenaar komt, maar uit de Schilderswijk, harder straffen. Allemaal van die boodschappen waarbij ik denk, ja, de VVD en daarmee de conservatieve krachten willen alles en iedereen keihard aanpakken. Behalve natuurlijk de bankier, de multinational, degene die 100 keer zoveel verdient als zijn eigen werknemers. Dat vind ik niet sterk. Ik denk dat er veel meer behoefte is aan een positieve boodschap. Een boodschap van optimisme. Ik denk dat er een positiever mensbeeld denkbaar is, waarbij je juist ziet wat een bijdrage al die mensen leveren. Ik denk dat er behoefte is aan een positiever, progressiever, ja, sociaal-democratischer beleid in dit land. De heer Dijkhoff. Ik vind het een hele bijzondere aanleiding. Als je gaat hebben dat mensen behoefte hebben aan een positieve verhaal, dat je dan de aanleiding neemt door het verhaal van een ander negatiever te maken dan het was. Vind ik curieus. Ik snap wel dat je dat eerst nodig hebt, strijd voor verzoening. Maar misschien kunnen we gewoon die strijd even overslaan en kijken naar de problemen die mensen hebben. En problemen zijn meestal niet positief. Ik ben heel positief over de oplossing. Maar volgens mij maakt u wel een karikatuur van een aantal bijdragen. En slaat u ook wel wat investeringen over in de publieke sector. Slaat u over dat mijn plan, waar u net met een curieus stemmetje iets over zei. Dat juist gericht is op positief om die mensen een betere toekomst te geven. Dus ik zou toch zeggen, laten we dan, als we toch positief willen doen, allebei positief zijn. Ook over elkaar. En zo'n negatief raar aanloopje in het vervolg even overslaan. De heer Asscher. Ja, ik vind ook dat we moeten overslaan. Dat gebeest van mensen in de bijstand, de kunstenaars. Ik vind dat er helemaal nergens voor nodig is. Ik vind het ook, en in de collectieve sector, laten we dat inderdaad overslaan. En dan doen we er ook gewoon bankiers die de wet
onder hun ogen de wet overtreden, die pakken we hard aan. En mensen waar ze dan ook werken in de top van grote bedrijven, die de boel, die de laaien lichter zijn, pakken ook hard aan. En al die andere mensen die bij grote en kleine bedrijven werken en hun best doen, daar zijn we alleen positief over. Ik wist dat u het kon. Nou ja, ik zie dat u het nu ook kunt. Ja, ik wist dat u het kon. Dan schrappen we gewoon dat negatieve aanloopje wat u net had. Fantastisch. En dan komen volgende VVD-congres ga ik volgen, meneer Dijkhoff. Ja, het vorige was ook wel positief als u de hele speech had geluisterd. Ja, ik vind dat positief, hè? Zeggen dat mensen in de bijstand te veel geld krijgen. Maar ik vind dat niet positief. Ik ook denk niet, dat daarom zei ik het ook niet. Nou, dat zei u wel. U vond dat de uitkering omlaag moest. Ja, niet zodat mensen gingen creperen. Dat heeft u gezegd. Dat heb ik toch niet verzonnen? Oké, dan de heer Dijkhoff. Ja, ik ga nu even, ik doe mijn hele speech weer even. Dat is makkelijk. Dat is fijne airtime. Wat ik heb gezegd leidt ertoe dat de meeste mensen die van goede wil zijn, en ik denk dat de heer Asscher toch met mij eens is, dat de meeste mensen die in de bijstand zitten daar niet voor een lol in zitten, die van goede wil zijn, dat die vooruit willen, die zouden in mijn plan uiteindelijk beter af zijn. Dat heb ik er ook bij gezegd. Dus ik denk niet dat als we positief kijken naar het goede intentie naar de plannen, dat u ervan kunt maken wat u net deed. De heer Asscher. Nou, voorzitter, u bent de enige Nederlander die een pleidooi voor het verhogen van de bijstand heeft gehoord in uw eigen toespraak. Dat was het namelijk niet. Ja. Dat is wat u er nu van maakt. Mensen die hun best doen moeten meer geld krijgen. Ben ik met u eens? Kunnen we vandaag afspreken? De heer Dijkhoff. Voorzitter, ik vind het fijn dat de heer Asscher in ieder geval een positieve toon houdt terwijl die sneer uitdeelt. Maar heel serieus is het niet. Ja, het is wel heel serieus, voorzitter. Ja, ik vind het ook een heel serieus onderwerp. Ja. Maar wat u er nu mee doet is, weet eigenlijk niet, interesseert me niet wat u ermee doet. Klopt in ieder geval niet. Oké. Dus de meeste mensen, praat ik even naar de anderen. Die van een goede wil zijn, die zouden er niet op achteruit hoeven gaan. En als we alleen maar kijken in een plan, hoe kunnen we het zo uitlichten dat het weer fijn in de malletjes past en de vertrouwde dingen, dan komen we nooit tot nieuwe inzichten en tot nieuwe ideeën. Dan blijven we hier een beetje rondjes draaien en bekvechten. Dat is leuk voor kleine snapshots, maar daar komt Nederland geen stap verder mee. Ja. Stel voor dat u verder gaat. Nou, voorzitter, wat ik doe is, ik wijs mijn geachte collega erop dat het wel degelijk pijn doet als je met gemak blijft bashen op mensen die hun best doen en het helemaal niet zo makkelijk hebben. Daar wijs ik op. En dan kun je daarna zeggen, het was eigenlijk heel positief bedoeld. Zo is het niet overgekomen. Dus daarom zei ik al, ik zal het volgende congres nauwlettend volgen. Want zo is het echt niet overgekomen. Wat mensen hoorden, is de VVD wil weer de uitkeringen verlagen. Dat vind ik echt een verkeerde boodschap. Voorzitter, wat dan wel? Hoe zou het dan wel kunnen? Wat zouden we dan wel willen? Ik denk dat er een grote urgentie is om, ondanks de plannen die ik goed vind, waar ik ontzettend blij mee ben, de investeringen die er zijn gekomen, om meer te gaan doen. Meer te doen dan we nu al doen. Ik denk dat dat de echt acute noodzaak van deze tijd is. Als je ziet dat in Amsterdam een paar weken geleden een mevrouw uit 1942... die in de spoedeisende psychiatrie werd opgevangen en dus eigenlijk naar een verzorgingshuis zou moeten, geen plek kreeg en in een cel een aantal nachten moest liggen, dan komt de menselijke waardigheid in het geding. En ik weet dat onze premier zegt, ja, maar als Unilever hier zou vertrekken, dan degraderen we uit de eredivisie. Ja, ik vind dat degraderen uit de eredivisie. En ik zeg niet dat het de schuld is van dit kabinet, hoor. Dat vind ik te makkelijk. Ik zeg alleen dat wij hier met z'n allen de dure plicht hebben om daar wat aan te doen. En dat als je als kabinet zegt, ja, ik mis dat oranje gevoel en we krijgen te weinig complimenten, dat je eigenlijk je aandacht meer daarop zou moeten richten. En dat het dan ook passend zou zijn om de passie die nu aan de dag gelegd wordt, om juist de schaamtelozen te belonen. En want mensen hebben heel goed ervaren dat zij in de crisis hun baan kwijtraakten, terwijl een aantal grote bedrijven steeds minder belasting betaalden. Om die passie aan de dag te leggen, om dit soort acute problemen op te lossen. En daar roep ik het kabinet toe op. Een sociaal-democratische of progressievere politiek zou ook betekenen dat we luisteren naar wat mensen vertellen op de Erasmusbrug. 2 weken geleden, 12.000 leraren. Ik kwam één lerares tegen, Carlien, die dan in het speciaal voortgezet onderwijs zit. Speciaal onderwijs, kinderen die heel veel aandacht nodig hebben, valt onder dezelfde CEO als primair onderwijs. Zij is 46 en ze vertelde dat ze de jongste was op haar school. En dat ze eigenlijk minder wilde werken, maar dat ze steeds onder druk staat om meer les te geven. En ze zei, die leerlingen krijgen niet de aandacht die ze verdienen. Zij heeft daar buikpijn van. En hoe komt het nou dat er niet genoeg mensen voor dat vak kiezen? Nou, omdat als je voor de keus staat om in het onderwijs in te stromen, die loonkloof een gigantisch probleem is. En ik ben heel blij dat er extra geld is voor het onderwijs. Hartstikke goed. Ik ben zeker blij met extra geld voor het salaris. Maar ik vind dat wij hier moeten uitspreken en moeten afspreken dat we die loonkloof gaan dichten. We moeten die kinderen niet in de kou laten staan. De directeur van een basisschool, die ik even later traf, die zei, we verkwanselen eigenlijk de toekomst van die kinderen en daarmee onze toekomst
als dat lerarentekort dat er nu is niet oplossen. En daarom is een vraag aan de premier. U heeft ook gezien dat er toch bezuinigd wordt op het onderwijs. En ik snap de financiële spelregels. Ik vind het allemaal heel grappig. Hoekstra kijkt streng. Maar dit moeten we nu niet doen. Dit moeten we echt niet doen. Dat geld moet naar de leraren toe. Er moet extra geld bij. Om te zorgen dat we die loonkloof dichten. We gaan niet bezuinigen op de mbo'ers. Voorzitter, als je kijkt naar die verschillen. Ik zal geen stemmetjes nadoen. Zeker niet van de heer Dijkhoff. Maar dan zie je ook op het woononderwerp wel een heel grote kloof. Voor ons is wonen een grondrecht. En voor dit kabinet lijkt wonen toch vooral een markt. En de resultaten die kan je zien. Er is woningnood, die is echt weer terug. Huurders zitten in de klem. Er wordt bezuinigd op de huurtoeslag door dit kabinet, door het schrappen van de kanbepaling. Dat betekent gewoon minder geld voor mensen die het nodig hebben. En starters op de woningmarkt komen er op heel veel plekken niet tussen. In mijn stad, Amsterdam, is de gekte compleet. Dat betekent dat geen onderwijzer die daar wil werken of geen agent die daar wil werken daar nog een woning kan vinden. En ook de volgende generatie niet. En de kinderen van die aanwezige Kamerleden. Daar moeten we wat aan doen. In de huur en in de koop. En het kabinet ziet dat probleem wel. En zegt dan wat wij gaan doen. Wij komen met overlegtafels middenhuur. Nou, ik had net al een debat met de heer Buma over wat Jan Schever daarvan zou zeggen. Maar in een overlegtafel middenhuur kan je al helemaal niet wonen. Dat is eigenlijk nog erger dan geouwen. Voorzitter, daar moet nu wat aan gebeuren. En dat betekent dat er geld nodig is om meer te bouwen. Dat betekent dat er geld nodig is en ruimte nodig is voor de corporaties om te investeren. Dat betekent dat we niet op de huurtoeslag moeten bezuinigen. Voorzitter, er is ook meer initiatief nodig van dit kabinet om gelijkheid, de strijd tegen discriminatie, de rechten van mannen en vrouwen te verdedigen, uit te dragen, te beschermen. Ik hoor graag van de premier hoe hij aankijkt tegen het initiatiefvoorstel, onder andere van de Partij van de Arbeid, om gelijke beloning van mannen en vrouwen nu af te dwingen. Het is een schande dat het zo lang moet duren. Ik heb het al gehad over ons initiatief samen met GroenLinks om de abortuspil via de huisarts te kunnen verstrekken. Dat is een modderig figuur hoe het kabinet ermee omging. Maar ik vind het belangrijk dat coalitiepartijen de ruimte krijgen om daar vrij naar te kijken. Want ja, het voegt wel degelijk heel veel toe in het leven van vrouwen als ze niet naar een ingewikkelde anonieme kliniek zouden moeten, maar als ze terecht kunnen bij een eigen vertrouwde huisarts. Op dat punt moet en kan het kabinet het beter doen dan nu het geval is. Voorzitter, er is dus ruimte voor een socialere, progressievere, sociaal-democratischer politiek. En toch nog even op die loonkloof. Als we zien dat in Zaanstad een vierdaagse schoolweek is, waarom noemen we dat dan geen noodtoestand? Waarom wordt dat niet aangegrepen als een belangrijk breekpunt in de richting van de spelregels om nu wat extra's te doen voor die kinderen? Voorzitter, waar komt nou toch dat gebrek aan complimenten en vertrouwen vandaan? Je ziet het Pechtold bijna zeggen. Je ziet het kabinet bijna denken. Er is toch 1,5%. En ik ben daar heel blij mee. Mensen hebben enorm behoefte aan wat meer ruimte in de portemonnee. Maar achter die 1,5% op onze koopkrachtpuntenwolk hebben mensen vooral behoefte aan waardering, aan respect en aan gezien worden. En dan begrijpen ze oprecht niet dat dit kabinet ervoor kiest om de winstbelasting te verlagen en de dividendbelasting af te schaffen. En we hebben er allerlei argumenten voor gehoord. En vandaag weer nieuwe. We schaffen het maar af, want straks komt een juridisch risico. De premier zei, het is een onverantwoord risico met de structuur van onze economie. Buma zei, het gaat over 2 miljoen banen. Maar voorzitter, wat we zien is eigenlijk 4 koorballen die zich misdragen op een feest. Het haantje richt schade aan, want het moet en het zal. En ja, de premier is eenzaam op dit punt. Hij is degene die gelooft in deze maatregel, samen met zijn eigen vezels en Paul Polman. Het ene vriendje doet nog stoerder. Die zegt het gaat over 2 miljoen banen. En ik geloof het ook. De derde wisselt in strategie. We hadden het liever aan onderwijs uitgeven. We vinden het wel belangrijk. Nou ja, het moet maar. En de vierde, die was eigenlijk zijn handen in onschuld en peuzelt een meloen. Maar het gaat wel door. Het gaat wel door. En dat maakt mensen boos en dat maakt mensen cynisch. En geen misverstand. Ik heb helemaal niets tegen grote bedrijven. Integendeel. Grote bedrijven zijn hier zeer welkom. Maar ze moeten zich aan de wet houden in plaats van ons de wet voorschrijven. En ze krijgen er heel veel voor terug. Een fantastisch land.
We hebben net de ranglijstjes weer gehoord. Met goed opgeleide beroepsbevolking. Met verbindingen met de hele wereld. Met een stabiele democratie. Een fantastisch land waar je handel kan drijven met de hele Europese Unie. Maar waar hoort bij dat land, bij de waarde van dat land, bij de DNA van dat land, dat je ook bijdraagt aan de kansen van anderen. En dan ga je dus niet zeiken over de dividendbelasting als er nog kinderen zonder ontbijt naar school gaan. En dan ga je dus niet naar het torentje. Je moet niet vragen wat Rutte voor jou kan doen. Je moet vragen wat jij kan doen voor al die gewone Nederlanders die niet profiteren, die geen buitenlandse aandeelhouder zijn. Dat is wat je moet doen. En voorzitter, zolang het kabinet daar niet van terugkomt, is het terecht dat die kritiek er is. Is het terecht dat dit het kabinet Shell 1 of Unilever 1 genoemd wordt? Buma zei net, ga maar eens praten met zo'n werknemer. Nou, is goed. Als het niet de topman is. Ik heb zo'n werknemer opgezocht van Unox, Alex den Brok, 27 jaar Unox. En zegt hij, is dat Unilever? Ja. Oh nee, vorig jaar verkocht. Want Unilever heeft eigenlijk vrijwel alle productiebanen afgestoten. Moest van de aandeelhouders. En ik heb gezegd, joh Alex, hoe mooi is het dat onze premier voor jou die dividendbelasting wil afschaffen met hulp van Buma. Hoe geweldig is dat? Heb je ervan gehoord? Hebben jullie het erover op het werk? Hij is kruidenmenger. Dus hij zei, ik ken het geheim van het recept van de rookworst op jullie bord. En ja, ze hebben het erover op het werk, die dividendbelasting. Weet je wat hij zei? Ik heb liever dat ze het uitgeven aan mensen die het arm hebben. Hij zei, ik ben wel klaar met het pleasen van die aandeelhouders. Die aandeelhouders die willen dat mijn loon niet omhoog gaat. Die willen dat die banen verkocht worden. Die willen de fabrieken sluiten. Kunnen dat geld niet beter hier in Nederland uitgeven? En ik dacht, Alex heeft niet alleen meer verstand van die worst, maar ook van wat nu verstandig zou zijn. Voorzitter, de kernvraag in dit debat is toch of deze premier in zijn eenzame tocht, die doodlopende steeg in, bereid is om te keren. Ander beleid te voeren, te luisteren naar de stem van het volk in plaats van de stem van de CEO's, de stem van het geld. En voorzitter, dat is nodig. Dat is nodig. Nederland staat voor een ongelooflijk belangrijke tijd met grote uitdagingen. Ze zijn hier langsgekomen. En dit kabinet heeft gezegd niet te willen regeren met die smalste basis. De koning had het nog over een kabinet 100 jaar geleden dat het ook deed. En ik denk dat dat terecht is. De uitdagingen die op ons afkomen, die vergen meer steun dan een meerderheid van één. Maar dan moet je ook luisteren. Moet je niet zo arrogant op iedere interventie of iedere suggestie vanuit deze Kamer reageren. Die uitdagingen die vragen een veel bredere steun. We hebben het gehad over de klimaatverandering, ja. Ja, dat zullen we met z'n allen moeten doen op een manier die banen oplevert en die eerlijk is. We hebben het gehad over migratie. Ik ben ervoor om een staatscommissie aan het werk te zetten, om daarover na te denken. Ik ben ervoor om na te denken over een humaner, menselijker systeem waarbij we vluchtelingen opvangen zonder die cynische boottochten op ons geweten te blijven hebben. Ik ben daarvoor. Ik ben voor een Europa waarin we ons sterk maken tegen al die autoritaire leiders om ons heen. Daar ben ik voor. En daar komt het woord autoritaire leiders. De heer Buma. Precies. Dat interruptierecht moeten we afschaffen. Maar nu het er nog is. Ja. Ik reageer even op het punt van de staatscommissie. En ik vraag de heer Asscher of ook hij bereid is naar het vluchtelingenverdrag te kijken. Ik realiseer me dat dat een grote status heeft. Maar als we eerlijk zijn, kunnen we er niet omheen dat we dat aan de eisen van de tijd zullen moeten aanpassen. Dus mijn vraag is, bent u ook bereid om daarnaar te kijken? Voorzitter, ik deel die overtuiging niet met de heer Buma, maar ik vind dat die commissie overal naar moet kunnen kijken. Ik denk dat het verdrag ons voorschrijft mensen veiligheid te bieden en dat dat ook een verplichting is die we nooit moeten loslaten. Maar ik vind dat die commissie overal naar moet kijken. Ik vind dat ze ook moeten kijken naar hoe je beter om kan gaan met arbeidsmigratie binnen de Europese Unie. Onderwerp wat eigenlijk niet aan bod is gekomen, maar wat een van de oorzaken is geweest in mijn visie van Brexit. En ik vind het te makkelijk om daarvan te zeggen, nou dat is nu voorbij. Ik denk dat daar betere oplossingen nodig zijn. En ik vind, als je zo'n commissie aan het werk zet, ik zou het mooi vinden als het debat over migratie niet altijd een debat is waarbij iedereen de ander beschuldigt van verkeerde intenties. En niet dat u dat net deed, maar het gebeurt nogal eens bij dat debat. Ik zou het mooi vinden als we daar een verstandig, een rationeel debat over kunnen voeren. En dan zal ik altijd verdedigen dat we in Nederland vluchtelingen moeten opvangen. Okay. Maar laat die commissie zijn werk. Gaat u verder. Voorzitter, de globalisering stelt ons voor de opgave om onze openheid te behouden
en tegelijkertijd dat veel beter te reguleren en te temmen. En dus garanties af te dwingen dat die grote globale handelsstromen niet leiden tot uitbuiting van arbeiders hier, maar ook niet leidt tot uitbuiting van landen elders. En dat is nog niet zo makkelijk. Dat zullen we in Europees verband moeten doen. Voorzitter, de technologische verandering biedt ons geweldige kansen om het leven van heel veel mensen heel veel beter te maken. Maar ook hier is het nodig dat we ook een streep trekken. Dat we opkomen voor het feit dat niet al die data die we met z'n allen produceren het eigendom worden van een aantal grote, weinig belastingbetalende Amerikaanse bedrijven. En voor de ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd wil ik in ieder geval vast even de vraag oproepen: wie beschikt er nu over de data van Fortnite? Ik zie een paar ouders ongerust knikken. Dat zijn minderjarigen, die spelen dat spel. Zoek het maar op. En het is een gigantische waarde over kinderen die nu minderjarig zijn en die straks volwassen zijn. En hun gedrag wordt in kaart gebracht. Laten we die vooruitgang omarmen, maar laten we zorgen dat die voor ons werkt. Voorzitter, het belangrijkste wat we kunnen doen om ons land klaar te maken voor de toekomst is dit gouden moment in onze economie beter aanwenden dan we nu doen. Dat betekent dat we niet moeten doorgaan met die stapel cadeaus voor bedrijven die het helemaal niet moeilijk hebben. Dat betekent dat we nu moeten investeren in het onderwijs, in de zorg. En ik ben heel trots op de voorstellen die ik met Jesse Klaver en Lilian Marijnissen ook aan u heb voorgelegd. Omdat het belangrijk is dat je alternatieven laat zien. En dan zouden we hier erin kunnen slagen om niet alleen de tevredenheid van dit kabinet te aanschouwen, maar Nederlanders te laten zien dat we het cynisme over de politiek niet alleen hebben gehoord, maar actief bestrijden. Voor mij is dat de kernvraag van deze dag. Het kabinet antwoordt vrijdag. De verschillende partijen antwoorden vrijdag. Gaan we met z'n allen voor een positiever, progressiever, sociaal-democratischer antwoord op de vraag van deze tijd? Of gaat deze coalitie met z'n 76e lekker doormarcheren op de maat van de aandelenbeurs? We gaan het meemaken. Het is Grote Verzoendag. Verras me. Dank u wel. Dank u wel.